Ik ben Jan Hogendoorn, organisator en presentator van het kunstcafé van Regio Art Rijnmond, kortweg RAR geheten. En vandaag ga ik in het kunstcafé praten met de exposanten die hier werk hebben hangen. Het zijn allemaal kunstenaars die wekenlang naakten hebben getekend, geschilderd, gemaakt, daar met elkaar over gereflecteerd hebben, elkaar geïnspireerd hebben. En vandaag mogen ze dat aan het publiek laten zien in het kunstcafé en daar ook met het publiek en met mij over praten. En er is natuurlijk muziek. Muziek van Jos en his guitar. kozen een vraag van Han de Kluiver. En misschien Han, dat jij, want jij zei in de pauze tegen mij, ja, ik had de indruk dat mijn vraag niet helemaal goed begrepen werd. Misschien kan jij, speciaal voor Marleen, zodat ze er nog beter op kan antwoorden, nog even je vraag heel kort en concreet herhalen, zodanig dat Marleen hem begrijpt en dat er antwoord op gegeven kan worden. Zou dat tot de mogelijkheden behoren, Han? Mensen met elkaar getekend hebben op de zolder en niks zonder waardering, maar tegelijkertijd werd het ook wat schurend, want er werd wel besloten om in de openbaarheid te treden. Nou staat RAR, heeft in de vaandel staan dat het een professionele kunstenaarsvereniging is. En dan zegt, als je dat zet, dan betekent ook dat die tentoonstelling ook betekenis moet krijgen. En dat het geen vrijblijvendheid is. En dan is mijn vraag eigenlijk, hoe zit deze verbinding hier? En hoe haal je de vrijblijvendheid van de individuele persoon die lekker aan het tekenen is en heerlijk en met elkaar praat. Maar op welke wijze haal je de vrijblijvendheid weg en geef je betekenis aan het werk. Want wat in de kunst hard nodig hebt, is betekenis geven, zodat we ook weer begrijpen waarom kunst noodzakelijk is. Allereerst excuses voor mijn late aantreden hier, maar mijn kleindochter die liep nu 1 kilometer als 6-jarige. Die moest een marathon lopen, dus ja, die moest ik natuurlijk eventjes toeschreeuwen aan het begin en aan het eind. Dus vandaar dat ik hier wat later ben gekomen. Maar Han, op jouw vraag. Eventjes denk ik ook de rol van de galerie eerst schetsend. We zijn natuurlijk een kunstenaarsvereniging met een galerie. We zijn niet echt een commerciële galerie. Dan zouden we al lang ter ziele zijn. We draaien natuurlijk overwegend op wat er boven gebeurt, wat de kunstenaars die lid zijn van RAR, wat die bij de scholen doen en wat er hier dan ook gebeurt in de galerie. Dus we hebben eigenlijk een aantal poten waar we als vereniging en dus ook de galerie mee bezig zijn. En ik denk van daaruit ook, we hebben nu boven een aantal groepen die al of niet meer of minder professioneel schilderen, kunst maken, ander werk maken dan schilderijen of wat iets meer zijn. Maar de groep van maandag die hier nu exposeert, dat zijn over het algemeen wel professionele kunstenaars. En ik heb dan eigenlijk ook met de programmering gedacht, het gros is professioneel. Die zijn elkaar eigenlijk aan het stimuleren om te kijken naar het model. Het is niet echt een klasje. Het is meer een elkaar stimuleren, wat ik heb begrepen van de initiatiefnemers. Elkaar stimuleren en beter worden. Kijken naar elkaars werk. En ik denk dat dat juist momenteel in de kunst heel goed is. Dat men als kunstenaar ook meer naar elkaars werk kijkt. Want mijn ervaring met kunstenaars is toch wel vaak dat die vaak veel meer nog vanuit een ivoren torentje naar de rest van de wereld kijken. Tenzij je natuurlijk echt geëngageerde kunstenaars hebt die, wat je eigenlijk denk ik veel meer in het Oostblok ook ziet, waar dingen gebeuren. Wij zijn hier natuurlijk veel meer verwend. We hebben alles al, we kunnen alles al, we zijn vrij, we kunnen van alles zeggen. En in heel veel landen is dat niet het geval. En ik denk ook dat wij vanuit die vrijheid vaak ook best wel heel erg ontevreden en heel verwend reageren als kunstenaar. En ook heel erg, dus daarin chargeer ik dan ook hoor. Want ja, de mensen die echt al maar toch met elkaar samenwerken, naar elkaar kijken, met andere groepen bezig zijn, niet erna gesproken natuurlijk. Dat zijn natuurlijk ook ontzettend goede initiatieven. En dat is eigenlijk ook wat ik ook wel als bestuurder en wat we ook wel in het bestuur ook wel proberen na te streven, dat we toch ook wel zoeken naar hoe kunnen we als vereniging met onze mensen toch ook wel kijken wat we verder kunnen doen dan alleen maar mooie plaatjes ophangen en dan andere mensen daarnaar laten kijken. Over het algemeen hebben we natuurlijk hier prachtige plaatjes, maar ik denk nu juist ook die interactie die deze kunstenaars met elkaar zijn aangegaan op die maandagavond, of avonden, ik denk dat dat juist ook een meerwaarde is om dat te laten zien. Als ik het werk zie wat ik aan het begin ook van een aantal kunstenaars toen ze begonnen heb gezien, zo en passant hoor, niet echt officieel. En wat ik dan zie wat hier hangt, ja, je hebt er natuurlijk, dan zie je echt wel dat het elkaar stimuleert. Dat je echt wel kruisbestuivingen ziet. En ik denk dat dat ook de meerwaarde moet zijn en dat dat ook het betekenisvolle is van kunst. Als je het hebt over betekenisvolle. Schilderijen hier van jou, Anita. Ja. En eentje hangt hier achter ons. Waar we steeds voor zitten. En eentje hangt daar. Dat kunnen sommige mensen zien, anderen niet. Eentje hangt daar, boven het blauwe, boven de brand. En eentje beneden. En ze hebben allemaal prachtige titels. Lag, Islay, Jura en Arran. Voor mensen die iets van whisky weten. Ja. Maar ik heb mij natuurlijk afgevraagd, ik zei het meteen tegen Jannie van, why die titels? Even kort. We waren 3,5 week voordat de tentoonstelling hier begon, waren we op vakantie in Schotland. Ja. En dan maakte me al een beetje zorgen van, oké, als ik straks thuis kom, dan moet ik gaan inlijsten. Want ja, ze moeten natuurlijk ingeleverd worden. Oh jee. En dat stond me al een beetje hoog. En toen kwamen we thuis inlijsten. Dat ging al moeilijk, want de lijsten kapot en opnieuw halen. En toen lag ik een keer in bed en toen dacht ik, oh ja, we moeten ook nog een titel verzinnen. Een titel. Nou, ik vind dat, ik weet niet wie daar heel erg goed en snel in is, maar ik vond dat echt wel een dingetje. Ja. Want dan gaat er van alles door je hoofd. En ja, natuurlijk, je hebt wel meer exposities gezien, dus je weet wel hoe mensen aan een titel komen. En daar denk je wel over na. En opeens, ik zat nog zo in Schotland en we hebben veel whiskies geproefd. En mooie eilanden gezien. En ik lag een keer in bed, toen dacht ik, ik ga gewoon de eilanden die ik bezocht heb en sommige whiskies die ik heb geproefd, die ga ik gebruiken. En ik was er heel snel uit. Ik keek naar een bepaald schilderij. Tot oh, dat schilderij is Lag. Lag met een A, maar het grote been. Zie je natuurlijk ook in het schilderij. Ja. Dus dat vond ik echt de titel Lag van op het eiland Arran. En dat is Arran achter ons. Dat is Arran, ja. De kleuren van Arran zag ik erin terug. En ook de vorm van het eiland. Zo hoekig in... de hele figuur, heel snel had ik die. En toen ging ik verder. Ik denk, oh, dan heb ik ook nog 2 vrouwen gemaakt. Ja. Een beetje vrouwelijke namen, dacht ik. Oké, waar zijn we nog meer geweest? Islay. Ja. Islay, dat is de blauwe. En dat is een heel ruig eiland aan de kust, aan de westkust van Schotland. Ja. Waait heel vaak, weinig bomen. Ik denk, die blauwe coole kleur in die tinten. Ja, dat wordt Islay. Vond ik ook een leuke vrouwelijke naam. En de andere was... Jura. Die hangt beneden. Ja, ook vanwege die ene borst. Want als je naar het eiland kijkt, dan zie je de vorm ook. De paps worden die genoemd. Er zijn er wel 2 dan, ik heb er dan 1. Maar ik dacht, ja, nou, ik ben klaar. Dus dat ging eigenlijk heel snel toen die dag. Ik was eruit. Ik vind het briljant bedacht. Mag ik dat zeggen? Ja, heel goed. Ja. Mooi. Wat was jouw... want jij hebt best wel aardig wat ervaring met schilderen inmiddels. Ik heb veel docenten versleten, zeg ik altijd. Ja? Hier in de regio. Je hebt zelf nog geen les gegeven? Nee, je hebt nog steeds les. Ja, ik heb nog steeds les. Ik vind het ook heel leuk om in een groepsvorm bij elkaar te schilderen met elkaar. En van elkaar te leren en inspireren ook gewoon. Ja. Dat vind ik echt leuk, dat hele proces. Ja, en dat blijf je doen, overal waar het kan. Ja, er zijn er nog genoeg. Ja? Ik zit nu ergens op flakee, dus ik kan nog heel Zeeland door. Ja. Nee, ik vind het gewoon ook heel gezellig. Ja. Ik ben niet iemand die alleen maar thuis de hele dagen alleen achter een ezel. Ik vind het gewoon leuk om met mensen te kunnen sparren, met elkaar te kijken naar de eindresultaten. Ja. En wat was jouw belangrijkste motivatie om juist met deze ronde kunstenaars mee te doen, anders dan de gezelligheid? Het tekenen dus van naaktmodel, bedoel ik? Ja, nou, het thema sprak me wel aan, naaktmodel. Je bent met een hele grote groep en je tekent hetzelfde model. En ik vond ook het idee van je krijgt geen les, je bent voor jezelf bezig. Je bent vrij aan het werken En kijk maar wat daar dan uitkomt. Nou, ik had in het begin echt wel moeite met het op papier zetten, want dat wil je in het begin, wil je alles erop. Hè? Ja. En dan kom je, kom je echt uit van, nou past het hoofd er weer niet op. En dan kijk je snel om je heen, achter je ezel, van hoe doet hij dat, hoe doet zij dat. En toen kwam ik dacht, ja, het hoeft er ook niet helemaal altijd op. Nee, nee. Nou staan ze er wel aardig op en die mist dan weer een voet of zo. Maar dat heb ik dan wel weer geleerd. Ja. Van, kijk, haal de essentie eruit. Ja. Wat is mooi aan het lichaam wat je ziet? En iedereen staat ergens anders. We staan heel vaak in een kring om het model heen. Dus dan heb je allemaal andere uitgangspunten. En dan kijk je zelf op de plek waar jij staat te schilderen. Wat kan ik hier uithalen? Wat is mooi vanaf deze plek? Ja, je staat natuurlijk allemaal op een andere plek. Ja, ja. Dus dat vond ik wel... Dankjewel, Anita. Hey. Ik heb het wel begrepen. Volgens mij ben jij wel professioneel kunstenaar, of niet? Is dat ja, wat is professioneel? Nou, nee, ik heb niet een kunstopleiding gedaan met tekenen. Ik ben eigenlijk muzikant van huis uit. Orgel, piano, bijaard, klavecin. Ja. Maar ik merk dat met orgel en piano kan ik goed improviseren. En ik merk zelf, en ik ben heel benieuwd hoe dat met mensen zijn die verschillende disciplines beheersen, maar dat het improviseren, de manier waarop ik dat doe, dat zie ik ook terug in hoe ik die kwast vasthoud en lijnen teken. En je hebt mensen bijvoorbeeld die spelen en heel minutieus, bijna mini-stekken. Hè? Zo, dus dit. Zo kun je ook spelen. En ik speel meer met het grote gebaar. Ja. En ik heb gezien met een paar van die tekeningen die ik maak, ik heb het met krijt nu deze keer gedaan. Ja, dat zie ik erin terug, dus dat vind ik wel leuk. En ik ben ook heel benieuwd, ik heb ook gekeken bij andere mensen, dat je vaak ziet ook hoe iemand tekent, hoe die is. Je speelt hoe je bent, maar je tekent ook hoe je bent. Of je boetseert, of je ontwerpt zoals je bent. En dat vond ik interessant, want wat nog niet genoemd is vandaag, is dat we hebben 6 sessies gehad. Maar steeds een model die 2 keer kwam. Model A, B, C en dan weer A, B, C. En ik merkte... bij iedereen dat de modellen verschillende energiewaves uitzenden. Er was 1 model bij, ik kwam thuis en toen zei zo'n opa, die kijkt al een beetje triest, zeg. Is daar wat mee? Nee, maar toen was na afloop van die avond, was ook de reactie van mensen van ja, het was iemand die heel in zichzelf gekeerd was. Dat was heel moeilijk om daar contact mee te maken, terwijl er ook iemand was die veel expressiever was. En dan zag je ook bij de mensen, en iedereen schilderde en tekende op een andere manier, maar dat er ook heel anders werd geschilderd en getekend. Dus dat is wel een heel leuk leermoment. Yeah. En de mensen die dan die schilderijen nu bezoeken vanavond, die hebben die achtergrond niet. Nee. Maar ik denk, als je kijkt naar al die dingen, dan, ik heb dat zelf, als je naar een schilderij kijkt, of een kunstwerk, of een gebouw, en je kijkt nog een keer terug en je wordt getriggerd daardoor, dan is er iets wat zoiets extra maakt. Ja. Ja, en dat is leuk, dat is kunst, dat is, daar kun je uren over kletsen, maar soms ook niet, want het is wat het is er niet. Ja. En dat is interessant. Ja. Ja. Nou, ik denk dat je en passant ook al uitgelegd hebt wat voor jou de betekenis van het geheel was en van de werken. Ja, een leerproces. Ja. Maar ik heb niet zozeer, als ik dan een mooi iemand of een interessant iemand schilder, dat zij een portret of een lijf, dat ik daar een boodschap mee heb. Ik wil gewoon kijken of de blik van zo iemand er komt, maar ik heb ook iemand getekend en ik zag dat Lijn dat ook had gedaan, een model op een kruk. Ja. Dan vind ik het ook leuk om naar dat krukje te kijken, om te kijken, zit dat goed in elkaar en klopt dat, weet je, dat vind ik ook leuk. Ja, ik snap het. Ja. Als organisator en presentator van dat kunstcafé heb ik vandaag gesproken in dat café met een aantal exposanten die hier hun werk hebben hangen. Dit is naar aanleiding van de tentoonstelling Quick Eye of the Beholder. dat een initiatief is van drie leden van Regio Art Rijnmond. En wekenlang hebben diverse kunstenaars portretten geschilderd van naakten. En die zijn hier tentoongesteld. We hebben met de kunstenaars gesproken. Er konden vragen gesteld worden. Er kon gediscussieerd worden over de expositie en over kunst in het algemeen. En er was een optreden van Jos en is gitaar. Die het kunstcafé met hun muziek hebben opgeluisterd. Verder was de sfeer heel gemoedelijk. En onder het genot van een hapje en een drankje heeft iedereen zich hier ontzettend vermaakt. En er volgens goed Hollands gebruik ook nog wat van opgestoken.